Suriname heeft dringend behoefte aan een autoriteit die beleid maakt voor de preventieve zorg van kanker. Momenteel wordt er niet geïnvesteerd in de preventieve zorg als het aankomt op kanker. En dat zegt de voorzitter van de kankervereniging, Percy Oliveira. Onze nieuwsdienst sprak hem in verband met Wereldkankerdag vandaag. Wereldwijd sterven er per uur 5 personen aan de gevolgen van kanker. 1 op de 3 personen loopt het risico om kanker te krijgen. De meest voorkomende kankersoorten in Suriname zijn borstkanker, prostaatkanker en darmkanker. 1 op de 8 vrouwen kan borstkanker krijgen. Het is hoog tijd dat Suriname investeert in de preventieve zorg, zegt Oliveira. We doen ons best. Als we kijken naar het radiotherapeutisch centrum, doen goed werk. De oncologen doen ook goed werk. Maar alleen hebben we een tekort aan oncologen. Als we nagaan dat als we de top 3 van kanker in Suriname, dat we 1 mammakarcinoom, dat is borstkanker, 2 is prostaatkanker en 3 is darmkanker. Dat is nummer 3. Dat betekent, je zou meer moeten stoppen in het zorg van, dus die, van kankerpatiënten. We hebben niet eens een kankerinstituut. Een instituut waar je alleen dus kankerpatiënten behandelt. Met cijfers over hoe het zit in de wereld. Heeft u misschien cijfers over hoe het zit in Suriname zelf? Ja, dat klopt. De laatste cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek geven aan 1982. Maar het cijfer is gefrateerd omdat ze in het kolommetje aangeven mensen die bewust zeggen ik heb het. Mensen die zeggen ik wil het niet zeggen en anderen zeggen ik weet het niet. Dus het cijfer is veel en veel hoger dan die 1900. En het is van belang dat we data moeten gaan creëren. Want zonder data kun je geen beleid maken. En dan moet je de overheid begrijpen. Als er geen data is, weten hoeveel kankerpatiënten er zijn. Als we niet weten hoeveel soorten kanker we in Suriname hebben. Hoe wil je dan beleid maken? Het is heel belangrijk dat de ziekte uit de taboesfeer wordt gehaald. Weinig Surinamers durven openlijk over kanker te praten, zegt Oliveira verder. Nou, in Suriname is het een hele hoge drempel. Ze noemen het atakrusigi, noemen ze het in Suriname. De drempel is zeer hoog. Zowel bij de patiënten als bij hun sociaal netwerk. Men praat er liever niet over. Voorbeeld te geven, we hadden laatst een beurs. En er stonden een paar mensen te kijken. En 1 bleek kanker te hebben. En wij vroegen aan die persoon van ja, had die persoon kanker? Ja. Wat voor soort kanker? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Kanker betekent in wezen in Suriname nog, als je wordt gediagnosticeerd kanker, mondje dicht, niemand moet het weten. Maar we moeten langzaam proberen die barrière te doorbreken. Dat was de voorzitter van de kankervereniging, Percy Oliveira. De vereniging houdt regelmatig voorlichtingsactiviteiten om de gemeenschap te informeren over deze ziekte.